Ik heb het steeds gezegd. Ja, het wordt een wedstrijd tussen het virus, hier virus, en hier het vaccin. Dat is de wedstrijd. En wie gaat dat winnen? Wint het virus het of wint het vaccin het? En op dit moment is het zo, in Nederland, dat ja, het virus wint. Ja, daar hebben we mee te maken. En daarom vraag ik mezelf af, wie in Nederland, bij de gezondheidsraad of zorg of hoe dat dan ook heten mag, in de politiek, bij Defensie of waar dan ook, wie, waar zit die krachtige man of vrouw die even het voortouw pakt en zegt, oké, dit is genoeg. Nou zijn we er klaar mee. Want maatregelen en maatregelen. Ja, en nou hoor ik jullie alweer zeggen, ja, Harry, waar gaan we? Jij gaat 180 graden draaien. Of Harry heeft het licht gezien? Nee, zo zit hij niet. Natuurlijk ben ik nog steeds en sta ik nog altijd achter die maatregelen. Maar die maatregelen, die zijn er alleen maar omdat er niet gevaccineerd wordt in Nederland. Want dat gebeurt met het tempo van een begrafenisstoet. Dat weten we allemaal, want kijk naar Israël, kijk naar Engeland, kijk naar Amerika. Daar pakken ze het gewoon aan. Daar gooien ze gewoon overal die naalden in. Heel simpel. En als dat gebeurt en je vaccineert snel, dan zijn gewoon die maatregelen niet nodig. Daar gaat het nou om. En dat gekruk van het kabinet, die maar niet doorvaccineert. Want de experts die zeggen het ook. Vaccineer nou door. Prik. Daar gaat het om. Ga nou niet voorraden opslaan en wachten omdat je dan te nodig nog een tweede prik moet geven. Nee, geef nou gewoon nu een prik. En als je die hebt, dan beschermt dat voor bijna 85%. En dan kan je de maatregelen vergeten, dan kunnen we versoepelen. Want wat was er niet beloofd allemaal? Ja, eind maart zou de horeca open gaan. Oh, en waar blijft dat nu? Oh nee, we blijven maar dicht tot 20 april. En de avondklok, ja, die zou ook verdwijnen. Ook daar zien we helemaal niks van. Avondklok is er nog steeds. En dat komt gewoon. Er wordt niet gevaccineerd in Nederland. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Stadions heb je overal in Nederland. Voetbalstadions. Richt ze in als priklocatie. Heel simpel. En doe dat dan ook met scholen, want die staan leeg. Daar kun je ook lekker prikken. En doe dat met de apotheek en doe het desnoods bij de Albert Heijn. Zet daar een tafeltje neer, een dokter en twee van die gasten die prikken. Desnoods laat je Van Gerwen komen en Raymond Barneveld kan mij schelen. En laat ze met die naalden gooien en prik. Daar gaat het nou om. Er moet geprikt worden. En dan blijft mijn vraag. Wie, oh wie, in Nederland staat erop?